Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar Andy's Games. Vandaag ga ik verder met The Sims 4. Beleef het samen, ik moet zo even over nadenken. En we kijken vandaag uit op borden en glazen. En waarom? Dat is omdat ik, niet echt verrassing bij jullie heb, maar omdat er wel iets is veranderd. Ik heb namelijk het uiterlijk van Rose aangepast. En ze ziet er best wel anders uit. Ik denk dat jullie in het begin gaan denken van, my god, ze lijkt er helemaal niet meer op. Maar als je goed kijkt, lijkt ze er nog wel op. Maar het is wel heel erg veranderd. Jullie zijn natuurlijk de staart gewend bij Rose. En de hippe outfits. Nou, die zijn een beetje weg, want ze is natuurlijk nu een oudere. We gaan gewoon een kijkje nemen. Dit is Rose, jongens. Zoals je ziet, ziet ze er echt uit als een, nou ja, niet een hele oude dame, maar wel volwassen. En wel een, gewoon een oudere. Ze ziet er wel uit als een oudere, laat ik het zo zeggen. Ze heeft wel haar zwarte haar. Wel een beetje met grijze uitgroei, zoals je ziet. Dus ja, dat hoort er natuurlijk wel een beetje bij als je ouder wordt. Dan krijg je gewoon grijs haar. En dit is haar outfit. De meningen zullen er verdeeld over zijn. Ik zelf vind het wel een leuk outfit voor haar. Het is toch nog een beetje hip. Maar toch ook weer een beetje ouderwets. En dat vond ik juist wel leuk, omdat ik nog steeds wel wil dat Rose er een beetje hip uitziet. Ze is altijd best hip geweest. Maar ik wil ook dat ze er wel een beetje gewoon naar haar leeftijd uitziet. En ik vind dat het best goed is gelukt, dus laten we weten wat jullie vinden. Dan ten tweede, mijn webcam die staat eventjes iets lager dan normaal. En jullie zien ook boven mij Dia de los Muertos. Nou, jullie zullen denken, wat de hel betekent dat? Ik heb zelf ook eigenlijk geen flauw idee, maar ik weet wel wat de challenge inhoudt. Het is namelijk een challenge en Dia de los Muertos, ik weet niet wat dat precies betekent. Klinkt als Spaans of zo. Dus als jij Spaans kan en weet wat er staat, laten we weten. Ik denk iets met, schedels, want daar gaat het uiteindelijk om. Ik wil het even laten zien. Wereldwijd hebben Sims-spelers bijna 2 miljoen suikerdoodskoppen verzameld. Nou, het is dus de bedoeling dat we suikerdoodskoppen gaan verzamelen. Dat is een challenge. En die kan je doen door Jasmine Holiday op te bellen. Ik zal het eventjes laten zien. De uitdaging eindigt over 25 dagen. Nou, dit huishouden heeft 0 van 9 doodskoppen verzameld. Dat gaan we natuurlijk wel doen. Want deze aflevering wil ik dat ook gaan doen. De doodskoppen verzamelen. Is dus een uitdaging die de Sims er zelf in heeft gezet. Het is een automatische gratis update. Dus iedereen heeft dit als het goed is. Dus dat kan je zelf ook gaan doen. Om deel te nemen aan de uitdaging gebruik je de mobiele telefoon van je Sim. Selecteer je tabblad, bla bla bla. En bel je Jasmine Holiday. Als Jasmine aankomt, praat dan met haar om alles te weten te komen over de Dia de los Muertos festiviteiten die plaatsvinden. Oké. Okay. Dat tapje mag weg. Mijn webcam die staat nu weer normaal als het goed is. Misschien niet. Misschien ben ik het vergeten te bewerken. Maar maakt niet uit. In ieder geval. Rose zit te kleien. Ik wil dus die uitdaging gaan doen van de doodskoppen. En als je al die doodskoppen verzamelt. Die kan je dan bewaren in een soort muurkastje. En als je dat hebt. Als je alle 9 doodskoppen hebt. Dan krijg je een 10e. Die krijg je volgens mij automatisch. Of die krijg je van iemand. Ik weet niet precies. En dan kan je, als je die allemaal verzameld hebt, kan je de doden gaan eren. Dus dode mensen kan je gaan eren. En wat je dan hebt, is wat je daarmee bereikt, is dat je bijvoorbeeld zelf minder snel doodgaat. Of je kan Magere Hein beter overhalen om mensen te laten leven. Dus daardoor zou de Sims langer moeten kunnen blijven leven. En zou je anderen beter in leven moeten kunnen houden. Dus ja, misschien kunnen we Rose wel super lang laten leven. Stel je voor, dat zou wel leuk zijn. We gaan Jasmine Holiday bellen. Ik zie de optie al gelijk staan. Dus dat gaan we doen. En dan gaan we suikerdoodskoppen verzamelen. En we krijgen er dus als goed is een van Jasmine. En daarna moeten we ze bij random Sims gewoon gaan vragen. Dus we moeten ze gewoon eigenlijk gaan zoeken bij random Sims. Iedereen kan er een hebben volgens mij als het goed is. Of misschien zien ze er op een bepaalde manier uit. Jasmine is in ieder geval hier. Dus we gaan het gewoon even aan haar vragen. En zij zou ons wellicht alles erover kunnen vertellen. Dus dat gaat ze denk ik nu ook doen. Ah, de Dia de los Muertos uitdaging is tijdelijk beschikbaar. Andere Sims die dit zijn het feest al druk aan het vieren. Kijk of je vrolijk uitgerust Sims ziet en vragen naar een suikerdooskop. Oké, okay. Dus we moeten naar vrolijk uitgedoste Sims op zoek gaan. Dus vrolijke Sims die gewoon een beetje vrolijk doen. Ik denk dat dat het is. Door de suikercollectie compleet te maken kunnen jouw Sims deelnemen aan de festiviteiten. Ah, plaats de 9 doodskoppen in de in een suikerdoodskopvitrine. Jeetje, een leuk woord voor galgen, jongens. Suikerdoodskopvitrine. Potverdorie. En dan kan je de interactie de dode eren ontgrendelen. Deze interactie beloont je huishouden met een 10e gouden schedel en verbetert de interacties met Magere Hein, zoals ik net dus uitlegde.
Jasmine Holiday heeft de suikerdoodskopvitrine in jouw huishoudinventaris gestopt. Jezus, wat een lange woorden allemaal, jongens. Het is 12 uur 's nachts nu op het moment dat ik dit opneem. Ik heb helemaal geen zin in zulke ingewikkelde woorden. Waarom is Nederland soms zo ingewikkeld? Oké. Okay. Zodat je aan de Dia de los Muertos uitdaging kunt beginnen. Nou, helemaal top. Als je een voorkeur hebt voor een andere kleur... Nou, we kunnen ook nog andere kleurtjes. Nou, weet je, het zou mijn worst wezen. Ik ga dat ding gewoon ophangen. Waar, weet ik nog niet. We hebben helemaal geen plek aan de muur. Moet je nou kijken. We hebben gewoon serieus geen plek. Gewoon alles zit vol. Ik denk dat ik dit schilderij maar weg ga halen. En die stomme Ruben zit er ook weer doorheen te kakelen met zijn piano. Sorry. Ik zal ophouden met mijn geklaag hoor. Ik ben niet echt zo reinig. Maar, oké. Okay, dit... Oh, wat de hel. Er zaten schilderijen in schilderijen of zo. Nou kijk, we hebben nog geld verdiend ook. Is dat even mooi meegenomen. Oké. Okay. Waar is mijn suikerdoodskopvitrine? Oh, die zit in mijn huishoudsinventaris natuurlijk. Nee, dat is niet daar. Dat is hier. Toch? Ah, kijk eens aan. Oh, maar hij is wel heel rood. Ja, ik wil eigenlijk wel een ander kleurtje, maar dat kan dan weer niet. Of moet ik hem dan weer opzoeken of zo? Suiker. Ik zoek gewoon op... Oh, hier. Suikerdoodskopvitrines. Ah, hier. Oh, maar dat kost ook gelijk weer een fortuin. Dat kost ook gelijk weer $750. Nee, laat dan maar zitten. We hebben al zo weinig geld. Zo, nou, die hang ik hier. Hangt die een beetje in het midden? Ja, prima. Prachtig. Nou, onze vitrine hangt. En nu gaan we dus onze eerste... Oh nee, dat kan nog niet. Oh, we hebben nog geen schedel gehad. We hebben alleen maar de vitrine gehad natuurlijk. Oké, top. Ruben, nu ben ik klaar met je pianospeel. Gepianospeel, jongens. Nieuw woord. Oké, okay, we gaan gewoon eventjes op reis. En we gaan eventjes op zoek naar Sims. Want ik wil wel heel graag zo'n doodskop hebben. Want ze lijkt me wel heel fancy om te hebben. Het is een heel vrolijk schedel. Best raar dat ik op zoek ga naar schedels. Maar ze zijn heel vrolijk, dus ja. Of nou, ze zien er heel vrolijk uit. Een plek waar ik die zou kunnen vinden is denk ik het park. Ik denk dat als ik naar het park ga, dat ik daar wel aardig wat mensen tegen kan komen en schedels kan vinden. Dus ik ga het daar gewoon proberen. Gezellig. In mijn eentje. Oké, kijk eens aan. We zijn in het park. Nou, waar zijn de vrolijke uitgedoste Sims? Is dit er een? Oh, dit is het vriendinnetje van Elise. Christy. Nou ja, jawel. Het is wel het vriendinnetje. Ze kennen nog niet eens de moeder van Elise. Het is ook een beetje raar. Oh, ze is verdrietig. Nou, dat is in ieder geval niet iemand die een schedel bij zich heeft dan. Want de schedels zijn alleen te vinden bij vrolijke Sim. Dus we moeten er wel even goed naar kijken. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel, Megan Walker. Oh, Elise is alweer op school. Trouwens, Dylan is vandaag naar zijn eerste werkdag. Dus we gaan eventjes keihard werken. Want we gaan eventjes wel ons best doen natuurlijk op het werk. Want we willen snel gepromoveerd worden. Tenminste, dat wil ik. En ondertussen zitten we even met Christy te praten. Vriendinnetje van Elise. Van de dochter van Rose natuurlijk. Wel leuk om daar eventjes dan een beetje een band mee op te bouwen. Of nou ja, niet per se een band. Maar wel gewoon dat je elkaar een beetje mag. Weet je wel, dat is wel zo fijn. Hier, kijk, Rose gaat er zelfs even op vrolijken. Nou, is dat niet enig? Is dat niet schattig? Chrissy is een muziekliefhebber. Nou, wat leuk. We gaan ook eventjes nieuwse games bespreken. Oh, nu is ze ineens boos. Oh, jeetje, waarom is ze nou weer boos? Nou, dan gaan we hem maar proberen te kalmeren. Oh, ze is kwaadaardig, jongens. Chrissy is kwaadaardig. Dat moeten we niet hebben. Oh. Oh, wat de hel. Ik dacht, wat komt er nou weer aan? Maar er komt ineens een ridder aangelopen, joh. Oude Rimolenaar. Godverdrie, wat een gekkigheid weer. Is Christy... Oh, nu is Christy ineens verveeld. Nou, dat weet ik niet wat ze wil. Oké, maar is er al een vrolijke Sim gesignaleerd? Ik zie wel weer mensen die een verkleedpartijtje hebben, maar... ik zie nog niet echt... Oh, hier zie ik een Sim die loopt best wel vrolijk. Oh, kijk! Kijk nou! Krijg nou de ballen, dit is er één! Oh, ze vallen gewoon op, joh. Kijk nou, ik dacht dat zijn gewoon normale Sims met een normaal uiterlijk. Maar ze hebben echt een speciaal uiterlijk. Moet je nou kijken... Moet je nou kijken. Moet je eens voorstellen dat je dit 's nachts tegenkomt op straat. En het achter je aan gaat rennen. Oké, okay, sorry. Dat is geen fijne gedachte. Maar in ieder geval... Ja, ze zijn best wel eng. Ze lijken een beetje op clowns. Ik weet niet of jullie bang zijn voor clowns. Ik zelf niet. Maar ik kan me voorstellen... Ik weet dat heel veel mensen het wel zijn. Dus ik kan me voorstellen dat je dit een beetje een creep vindt. Hij ziet er ook wel een beetje eng uit. Hij is wel een beetje eng. Maar hij is ook wel weer schattig. Oh, het is Jay Wilson! Nah. Potverdrie, ik krijg nou allemaal de ballen. Het is gewoon Jay Wilson. De broer van Rose, toch? Of zeg ik het vast weer verkeerd? Het zal me niet verbazen als ik het verkeerd zeg. Ik zeg namelijk die familienamen nooit goed.
Het is de zoon. Ha! Hoor mij dan, de broer. De broer van Rose is natuurlijk gewoon haar zoon. Waarom gaat hij nou zo ver weg? Hier is er trouwens nog één aangebroken. Jordi Molenaar. Nou, dan ga ik hem om een dooskop vragen. Hebben we er gewoon al twee? Oh. Hem vind ik wel echt heel eng met zijn baard ook. Oh, wat gaat hier aan de hand? Waarom zou ik de Dia de los Muertos met een vreemde of vijand vieren? Oh, ze moeten me ook echt nog mogen. Nou, dan krijg ik er van Jay toch wel een, want Jay mag me wel. Het is mijn kind. Dan krijg ik er toch wel een van hem. Zou wat zijn als hij me er geen geeft. Oh my god! Waarom zou ik het met een vreemde of vijand vieren? Nou, ten eerste hebben wij een hele goede band, meneer Jay. Ten tweede ben ik geen vijand van je. Geef me zo'n doodskop, anders trek ik jouw doodskop uit je hoofd. Oké, dat was heel eng dat ik dat zei. We gaan wel gewoon eventjes aardig doen dan. Ik snap het niet. Waarom moeten we ook nog helemaal aardig doen? Ja, talk to the hand, dat zal ik ook zeggen. Potverdrie, wat een debiel. Wat een gekkie. Waarom krijgen we nou geen doodskop? Ik snap er niks van. Ik ben er klaar mee. Jay Wilson. Je komt nu hier om suikerdoodskop vragen. Geef me gewoon een doodskop. Ik wil gewoon mijn eerste doodskop. Wat is er nou zo moeilijk aan? Je hoeft het ding alleen maar aan me te geven. Waar gaat hij nou allemaal weer naartoe, joh? Jeetje, jongens. Ik had niet gedacht dat het nog zo moeilijk zou zijn. Ik dacht, die krijg ik wel even. Maar nee, hoor. Ik moet er echt gewoon om vechten. Nou, hier komt er nog één. Dit is Luke Kuipers. Nou, Luke... Luke, die lijkt me wel aardig. Dus ik ga gewoon eventjes aan Luke een doodskop vragen. Oké, hij lijkt me eigenlijk niet aardig. Hij kijkt best wel boos. Hij voelt zich prima. Nou, weet je wat? We gaan eerst even een leuk gesprek voeren. En daarna ga ik het pas vragen. Ik durf nu sowieso het niet meer te vragen. Ze zijn ook allemaal verveeld of zo. Nou, deze voelt zich prima. Maar niemand voelt zich echt goed of zo. Ik snap niet waarom. Weet je, waarom voelen ze zich niet goed? Ik ga een grap maken over mode. Misschien moet hij dan wel lachen. En mag hij me dan? Ik heb geen idee. Ik ga hem ook even opfleuren. En ik denk dat ik het al wel goed moet zijn. Hij is een mixoloog. Oh, kijk, hij lacht. Hij lacht een beetje. Nou, dat is goed. We gaan ook even danstechnieken bespreken. En we gaan even vriendelijk... Ik wil nog iets doen, maar ik weet niet wat. Oh, hij voelt zich vrolijk, jongens. Dit is een goed moment, denk ik, om het te vragen. Nou. Oh nee, hij gaat niet nu op zijn telefoon, hè? Ophouden met die telefoon. Oké, ik ga het vragen, jongens. Hopelijk krijgen we er één. Oh ja. Oh, hij lacht. Luke gaf Rose een suikerdoodskop. Nou, kijk eens aan. We hebben gewoon onze eerste suikerdoodskop. Jeetje, ik kan het woord niet meer normaal spreken. Ik zeg wel gewoon doodskop, want anders gaat het helemaal fout. We hebben onze eerste doodskop. En hij heet Howard. Howard, I don't know. In ieder geval, hij is best fancy. Ik ga hem niet hier neerzetten, dat kan ook niet. Maar we hebben onze eerste in de pocket en daar ben ik heel erg blij mee. Nu wil ik er nog meer. Wie geeft me nog zo'n doodskop? Kom maar hier met die doodskoppen. Even kijken hoor. Oh, dit is Jasmine Holiday weer. Uitdagingscoördinator, weer zo'n lang woord. Echt, wat is dat vandaag? Als je nog woorden voor Galgje nodig hebt, dan zijn er genoeg in de Sims. Dus een tip voor jullie. Uitdagingscoördinator, jeetje, wat een woord. Oké, maar ik denk dat het hier een beetje op is. Of is zij er nog één? Nee, dit is er geen. Oké, dit is er geen. Jammer. In ieder geval, we hebben er één. Waar ik al heel blij mee ben. En waar zou ik er nog eentje kunnen vinden? Ik ga niet natuurlijk vandaag 10 zoeken. Dan ben ik echt heel lang bezig. Maar ik wil er wel gewoon nog één. Gewoon nog één. Gewoon voor de lol. Voor dat lolletje. Oké, even kijken. Misschien bij de fotostudio of bij die winkel. Laat ik naar de fotostudio gaan. Daar gaan we eigenlijk nooit meer heen. Oh, kijk. Oh, dit is handig. We kunnen Jay meenemen. En misschien dat hij ons straks wel een doodskop wil geven. Ik vind het trouwens nog steeds erg dat hij ons zo erg afwees. En dat hij zei dat ik een vreemde en vijand was. Vond ik echt heel erg. Maar we gaan het gewoon nog een keer proberen bij Jay. Nou jongens, dit vind ik nou weer een beetje jammer. Ineens is Jay geen suikerclown meer. Suikerclown hoor nou. En ik zie hier ineens een melding. Het einde is voor Ruben bijna in zicht. Geniet optimaal van deze laatste dagen. Nou, dat is heel slecht nieuws, want dat betekent dat Ruben bijna doodgaat. Maar als we nou die suikerdoodskoppen op tijd allemaal hebben, dan kunnen we nog er misschien voor zorgen dat hij blijft leven. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar ik denk niet meer dat dat op tijd gaat lukken. Ja, misschien ook wel, je weet het niet. Maar ik ben bang van niet, dus dat vind ik wel een beetje jammer. Oh, wat is dit voor hippe man? Oh, wat is dit voor hippe vent?
Jamie Druna. Wat de hel. Dat lijkt echt een beetje op Roy's achternaam. Roy heet Roy van Drunen. Druna, Drune. Snap je hem? Dat lijkt een beetje op elkaar. Oké, maar ik weet niet waarom die zo heet. Ik weet ook niet waar die vandaan komt, maar het zal wel. Ik wacht hopeloos tot er zo'n gekke doodschopmens aankomt. Maar ik zie er nog geen. Ik zie wel dat ze allemaal vanaf deze kant komen. Dus ik hoop dat er straks eentje hier ineens tevoorschijn komt. En dat die mij een doodschop geeft. Maar ja, in ieder geval in de tussentijd kunnen we misschien wel even een foto maken. Ik weet niet van wie. Ja, we kunnen een foto maken van Jay. Ik ga dat gewoon doen. Ik ga een foto maken van Jay. Van mijn zoon. Waarom niet? Dan gaan we dat gewoon even doen. Oh, waarom mag Jay ons niet meer of zo? Oh, wat is dit voor gekke pose? Nou, ik weet niet wat er mis is met hem, maar dat is een meer rare pose voor een fotoshoot. In ieder geval, ik weet niet wat er met Jay aan de hand is, maar volgens mij mag hij ons niet zo meer of zo. I don't know, misschien komen we niet vaak genoeg langs. Oh, we kunnen nog wel om een suikerdoodskop vragen. Nou, dan ga ik dat even doen. Ik wist niet dat dat nog steeds kon, maar dan ga ik het gewoon proberen. Oh, hij kijkt wel een beetje chagrijnig. Oh, hij lacht. Jay gaf Rose een doodskop. Ja, we hebben er eentje. Oké, maar dat is goed nieuws. Ik weet niet waar hij nu ineens wel in wil geven. Deze heet Michael. Oké, we hebben nu dus een doodskop die heet Howard en eentje heet Michael. Nou, is dat even leuk. Oh, wat is dit voor hippe dame? Wat is dit voor hippe dame? Maaike Brouwer. Oh, en wat is dit voor creep? Oh, moet je nou kijken. Kijk, dit gebeurt dus als je haar downloadt en het werkt niet. Dan krijg je van die gekke bruine vlek op het gezicht. Ik moet nog steeds al die haar dingen verwijderen, maar ik weet niet. En waarom heeft die blauwe wenkbrauwen? I really don't know. Maar we hebben twee doodskoppen, dus eigenlijk ben ik nu al blij. Dus ik ga weer weg bij de fotostudio. En weer lekker naar huis. En ik ga mijn doodskoppen in mijn kast opbergen. Dat vind ik een goed idee. En we gaan natuurlijk in de volgende afleveringen nog verder met deze uitdaging. Want we hebben nog maar liefst 25 dagen. Dus bijna een maand. Dus als je dit ook nog wil doen zelf in je Sims 4 game. Het kan nog 25 dagen. Dus ja, als je dat wilt, dan kan je dat nog doen. Ik ga in ieder geval de volgende afleveringen verder met schedels zoeken. En dan gaan we nu eventjes lekker naar huis toe. Nou, ik zie Rose en Elise hier net even gezellig kletsen. En ik zat net te denken van het is misschien wel leuk om even samen een selfie te maken. Is dat niet enig? Dus dat ga ik eventjes doen. Oh, niet van. Ik wil foto maken met. Hier, foto maken met Rose Wilson. Gaan we gewoon even een selfie maken, want ja, dadelijk is Rose misschien wel dood. En dan hebben we helemaal geen foto samen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nou, kijk eens aan. Oh, wat cute. Oh, die auto op de achtergrond verpest echt heel erg. Dus die moet er een beetje afgeknipt worden. Zo. Kijk eens aan, we hebben een selfie gemaakt. We hebben zat de fotografievaardigheid geleerd. Is de selfie gelukt? Ja hoor, die is gelukt. Oké, dan gaan we die eventjes ophangen in... Oh, dat is misschien wel leuk om in dit studeerkamertje op te hangen. Of wat voor kamertje is het eigenlijk? Ik weet het niet. Hier, kijk eens. Dan hangen we die hier op. Doen we een leuke lijst erbij. Kijk eens aan, wat schattig. Oké, dan gaat Elise nu eventjes... Oh. Haar huiswerk maken. Moet ook gebeuren. Ook al is het vrijdag en is het nu weekend. Dus eigenlijk hoeft het niet te gebeuren. Moet Dylan morgen... Oh nee, die moet ons werken over 3 dagen. Dus die hoeft nu ook niet te gaan werken. Nou, dat is best wel chill voor hem natuurlijk. Even kijken. Iedereen is eigenlijk helemaal voorzien. Oh, waarom gaat Ruben nu al slapen? Dat vind ik een beetje vroeg hoor. Dat vind ik een beetje te gek. Ga jij nog maar eventjes lekker een potje... Een potje lezen. Een potje, ik wou eigenlijk schaken zeggen, maar ik dacht van nee, we gaan niet schaken. Dus we gaan eventjes een potje lezen. Maar ik weet niet waarom een potje, maar dat maakt niet uit. Zo, kijk eens. Lekker in een rustige omgeving. Lekker lezen. Oké, en Roos zit op de wc. Moet ook gebeuren. Dylan zit eigenlijk helemaal niks te doen. Waarom gaat hij niet eventjes sporten? Dat doet hij ook volgens mij nooit. Volgens mij heeft Dylan nog nooit gesport. Ik weet het eigenlijk niet. Maar hij gaat het nu in ieder geval wel eventjes doen. Oh, hij heeft wel eens gesport. Oh, ja, hij heeft wel eens gesport, maar niet vaak volgens mij. Nee, hij is pas niveau 1 van de fitness. Nu bijna niveau 2. Nu dus. Dus ja, dat is wel eventjes goed voor hem om te doen. En Elise is hier de huiswerk aan het maken. Waar is de huiswerk dan? Dat ligt helemaal niet op de tafel. Oké. Zal wel. oh, Roos ligt ook wel op bed. Jongens, wat is dit allemaal voor gekkigheid? Waarom ligt iedereen ineens zo vroeg op bed? Wat is het nou? Oh ja, dit is trouwens Roos haar pyjama. Heb ik ook even aangepast. Ik vond het wel wat volwassener staan. Ik vond het wel leuk bij haar passen. Dus dit is haar nieuwe pyjama.
En zij zit nu even te schaken. En Elise... Nou, Elise mag voor mij wel stoppen met de huiswerk. Want het hoeft eigenlijk helemaal niet. Want ik bedoel, ze heeft nog... het is weekend. Nu kan ik het huiswerk niet oppakken. Is het huiswerk nou weg? Ja, potverdorie. Wat is dit nou weer voor gekkigheid? Moet ik nou serieus nieuw huiswerk kopen omdat ik het niet meer kan oppakken? Waarom? Wat is er nou weer voor iets geks? Nou, oké, dan gaan we maar nieuw huiswerk weer kopen. Waar moet dat? 50 tinten van mijn ramen. Nee, dat wil ik niet. Maar waar is het dan, het huiswerk? Is het toch bij de kinderen? Ja, hier, huiswerk. Eentje kopen. Nou, we hebben weer een nieuw huiswerkboek moeten aanschaffen. Want ineens... Oh, ze gaat ook ineens opdrukken. Ineens was ons huiswerk weg. Maar oké, we gaan nu eventjes naar de wc. En daarna gaat Elise lekker in bed liggen. Zo. En Ruben gaat ook gewoon lekker naar bed. Ik bedoel Dylan. Moet hij nog douchen of in bad? Nee, dat kan ook morgen wel. Zo. En Rosie mag van mij nu ook wel slapen. Nu is het wel een goede tijd om te gaan slapen. Dit gebeurt ook niet vaak. Dat iedereen op tijd gaat slapen, jongens. En dan is het een keertje weekend. En dan gaat iedereen vroeg slapen. Of nou ja, vroeg. Het is 11:30. Niet super vroeg. Maar wel best vroeg voor ons doen. Want meestal slapen we pas in de nacht natuurlijk. Dus dat is weer eens wat nieuws. Oh, nu stinkt hij ineens wel heel erg. Ja, Dylan. Ik zei toch ook dat je moest stoppen met sporten. Wat ben je nou voor barbaar? Oh nee, waar gaat hij nou allemaal naartoe, joh? Ja, nu moet hij... Oh, nu gaat hij weer naar beneden. My god. Ja, ga dan nog maar eventjes snel onder de douche. Echt, hij weet ook niet wat hij wilt, hè? Ik dacht, hij is al lang gestopt met sporten, maar blijkbaar niet. Nou, dan gaan we nu wel richting ons bed. Is het toch nog weer laat geworden, hè? Dat is niet te geloven. Maakt niet uit. Ook al denk ik dat het vroeg gaat worden met slapen, het wordt nooit vroeg. Het wordt gewoon nooit vroeg in deze familie. Echt, familie Wilson zal altijd laat gaan slapen. Het komt gewoon nooit goed. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Ik ben eventjes ondertussen spulletjes aan opruimen. Zo, want niemand anders doet het, dus dan moet ik het maar doen. Zo, nu gaat Dylan wel lekker slapen. Oh, nee, we moeten niet daarheen. We moeten naar ons bed toe. Toch weer laat geworden, ligt hij toch weer bijna om 2 uur 's nachts pas op bed. Maar hij ligt er en daar gaat het om. In ieder geval jongens, bedankt voor het kijken. Doe natuurlijk weer een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye bye!